We staan hier in de verzamelplaats van leuke dingen bij neef Loïe. Ja, dat is. Ik reis om de zomer naar de Oekraïne, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk het mooiste is gewoon echt wat we hier in de buurt vinden. Rond de stad. En gewoon mooie collectors items van mensen die het goed bewaard hebben. En vroeger behandelden ze meubelen anders dan we nu meubels behandelen. Dan werd het allemaal mooi afgeboemd en in de was gezet. Ja, dus je hebt soms mazzel als je nog goed exemplaren vindt. Kijk, duurzaamheid is echt een heel breed begrip. En dat kan op sociaal vlak zijn, dat kan op milieuvlak zijn. Dus ja, ik denk dat dat voor iedereen weer anders is. Kijk, voor mij, wat ik hier hanteer binnen Agatuur is op alle vlakken. Dus zowel milieu als sociaal, diervriendelijk. Dus, en daar heb je een certificaat voor, wat GOTS heet, de wereldwijd... certificaten die ook alle processen, alle productie, de fabrieken monitoren. En dus dat vind ik belangrijk. Maar goed, we hebben bijvoorbeeld ook een Dutch Sustainable Fashion Week, wat we jaarlijks organiseren, waarin we met name consumenten willen informeren over wat er is, met name handelingsperspectief bieden. Dus we kunnen wel heel veel aangeven wat de misstanden zijn in deze industrie, maar het is belangrijker naar mijn idee om vervolgens de tools te geven van wat kan je dan? Wat kan je dan wel doen op het moment dat je daar toch wat kritischer in bent? Initiatieven die ineens stoffen maken van bijvoorbeeld GFT-afval. Dat hebben we laatst in onze laatste Dutch Sustainable Fashion Week een echt fantastische show laten zien. Met stoffen van ananas schillen en sinaasappelschillen. En nou ja, noem maar op, alles wat je in de prullenbak vindt. Koffiedik weggegooid, koffiedikke afval. En dat soort zaken. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien dat dit soort dingen er... steeds meer ontstaan, zodat we na gaan denken van wat kunnen we allemaal gebruiken, weer hergebruiken en daar kleding van maken. En heb je tips voor de ondernemer om morgen al met een duurzamere onderneming te beginnen? Dat je wel kan aangeven wat er allemaal al wel duurzaam is aan jouw collecties. En dat hoeft niet 100% te zijn. Maar gewoon keuzes die door de merken gemaakt worden. Het maakt ook de merkbeleving veel sterker op het moment dat je daar iets over kan vertellen. Dus ik denk dat met name belangrijk is. Dat je zelf voldoende kennis hebt als retailer. Dat je mensen in de winkels voldoende kennis hebt. En dat je ook vragen stelt. En ook je oriënteert op wat er is. Want nu denken dat er geen aanbod meer is, ik weet zelf nog niet eens alles wat er is. Het is best omdat er zoveel aanbod is. En natuurlijk zijn het vaak kleine merken die... Dat zijn vaak ook weer sympathieke merken. Wat consumenten juist weer leuk vinden, dat soort kleine initiatieven. We staan hier bij Rain Couture in Amsterdam. Daphne, een regenjas heeft misschien best een suf imago. Hoe ga jij daarmee om? Een aantal jaar geleden wilde ik dat inderdaad veranderen. Ik dacht, het kan mooier, het kan meer design, maar tegelijkertijd ook wel functioneel zijn. Ik zag dat je eigenlijk de kenmerken van een outdoorjas, een regenjas en een designjas prima kon combineren tot één jas. Hè, zonder af te doen aan de design en aan de looks van een jas. En zodoende heb ik een product gecreëerd wat super functioneel is, waarvan je eigenlijk niet eens ziet dat het een regenjas is. Dus je kan het gewoon iedere dag dragen, het is je gewone jas, je gaat super stijlvol over straat, maar als het toevallig gaat regenen, dan ben je 100% beschermd. Dat het eigenlijk een alles-in-één product is, dat je nog maar één jas nodig hebt en dat is onze jas. Je draagt hem in de zomer, in de winter, in de herfst, in de lente. Je kan er een bodywarmertje in knopen, zodat je hem dus ook echt als het vriest kan dragen. Hij ziet er zo mooi uit dat je hem dus iedere dag aan kan. Dus het is echt een multifunctioneel vierseizoenen concept. Wat we hebben is een Never Out of Style collectie.
En dat betekent dat we, oké, we gaan natuurlijk wel een klein beetje met de trends mee, maar we vinden het gewoon belangrijk dat een jas de komende 10 jaar gewoon gedragen kan worden. He, dat het van goed duurzaam materiaal gemaakt is, dat die niet te trendy is en dat die gewoon eigenlijk altijd hip en in blijft. Dus je kijkt heel erg naar wat je hebt en hoe je dat kan verbeteren, waardoor het nog duurzamer wordt misschien. Ja, precies. Dan geven we zodanig advies dat we zelfs kleuradvies geven tijdens hun bezoek, hun winkelbezoek. Dus we hebben ook van die kaartjes ontwikkeld, van die color charts. En dan gaan we ook kijken van oké, wat voor kleurtype ben je? Wat voor kleuren passen dan bij je? Ben je een zomer, winter, herfst of lente type? En dan aan het einde van hun bezoekje krijgen ze dus een kleurenkaart mee. En dat is dan weer die extra persoonlijke service voor de klant. En wat we heel erg leuk vinden ook om te doen.